heb zojuist geskiet op de Panic, de freestyle ski van Atomic. Zoals elke freestyle ski natuurlijk een twin tip. Daarbij heeft hij ook nog eens een rocker. Ik kreeg de ski in mijn handen en ik moest hem gaan testen. Hij voelde mij al meteen erg licht aan en erg flexibel. Ik denk, nou, dat wordt paniek op de piste. Maar het is juist een Atomic No Panic, want dat ding was hartstikke stabiel, hartstikke lijnvast. Hij heeft wel weinig taille, maar door zijn flexibiliteit stuurt hij hartstikke makkelijk rond. Die stabiliteit zal waarschijnlijk wel komen door die ABS sidewall met die capconstructie. Ja, dus daar was ik erg tevreden over. Verder, door zijn weinige taille, erg makkelijk te landen bij sprongen, makkelijk te spinnen. Noem het maar op, alles wat een freestyle skier zou wensen. Dus een ski voor een freestyle skier of een skier met freestyle aspiraties. Heb je een echt aan de Atomic Panic een hele goede ski. Belangrijk wel even, dat moet je niet vergeten. Als je hem zou kopen, denk even waar je je binding gemonteerd wil hebben. Denk eraan dat je hem niet te kort koopt. En verder, als je hem koopt, je zal je verbazen over wat de prijs doet. Je betaalt er namelijk niet zoveel voor, maar je krijgt wel een heleboel.